Welkom bij Sneakerjagers podcast Pure, de tweede aflevering alweer. We zijn hier net mee begonnen, omdat we binnen het netwerk Sneakerjagers willen gaan praten over sneakers en duurzaamheid. En dit keer nemen we op in de serre van Picoteo, een heel mooi Spaans restaurant. Dus kunnen ze meteen nog even lekker een hapje doen. Ja. En in de serre, en ik dacht, nou, onder een groen dak van bladeren krijg ik misschien een beetje een pure green feeling, toch? Ja. Het daalt neer. Het daalt in. Nou ja, sneakers zijn culture, dat weten we. Ik bedoel, het is echt iets wat je niet meer van het dagelijkse straatbeeld kunt wegdenken. Iedereen draagt ze, als je dan, wat wij dan noemen, hè, in de sneakers, eye-to-sneaker of eye-to-shoe contact maakt, dan zie je echt hoeveel het gedragen wordt door iedereen. En ja, bij Sneakerjagers zijn ze iedere dag bezig met deze projecten. Mooie verhalen. De calendar, wat de releases zijn, de projecten. Er zit een heel mooi team van mensen op die super gepassioneerd hierover zijn. Maar op een gegeven moment kwam het gesprek van ja, super lucratieve business ook. En dat weten wij allemaal. Ja. Ook voor de grote jongens, maar ook voor de kleinere merken wordt het steeds beter. Maar als je dan de getallen hoort van jongens, 23 miljard schoenen worden er per jaar geproduceerd. Dan heb ik even de rekenmachine bijgepakt. Het zijn 63 miljoen paar per dag. Ja. Dat is natuurlijk bizar. En als je dan bedenkt dat er 300 miljoen paar per jaar op de afvalberg komen. En het duurt gemiddeld 30 tot 40 jaar om een product af te breken. Nou, dan heb je wel zoiets, dit kan natuurlijk anders. En dit moet anders. Dus binnen Sneakerjagers ging men eens een keer vragen van, joh, we zijn eigenlijk toch super kritisch, we hebben toch vragen. Dus wij willen dan nu het antwoord zoeken door te praten met experts. Met opstandelingen, met mensen die het anders doen in de duurzaamheid. Dus vandaar dat ik jullie ook heb uitgenodigd. Ja, en dan hopen we met al die antwoorden en die informatie, want wij weten namelijk het antwoord niet. Ik denk dat heel veel mensen het antwoord niet weten, maar als je er niet over praat, bestaat het ook niet. Precies. Dus het idee is, laten we al die informatie samenpakken. Laten we dan inspiratie creëren. Laten we dan met elkaar samenwerken om een antwoord te vinden en op weg te gaan naar een duurzamere wereld. En kunnen wij als Sneakerjagers dan ook een steentje bijdragen, want dat is natuurlijk het grote ideaal. Nou, dan ga ik mezelf ook maar even voorstellen, want ik zit hier natuurlijk weer te lullen over allemaal dingen. Wie is die vrouw eigenlijk? Ik lekker inraken. Ja, toch? Ja. Nou, ik ben Liesbeth Eikenaar. Ik werk al 100 jaar in de sneakers, waar wij elkaar ook van kennen. En jij ook, hè, in de mode. We kennen elkaar allemaal uit dat wereldje. Ja. En ja, ik hou echt heel erg van sneakers, maar ik hou ook heel veel van onze planeet. Dus ik heb me al 100 jaar afgevraagd, en dit gesprek hebben wij al heel vaak gehad, van, en wij ook, van kan het niet duurzamer? Kan het niet anders? Want het moet toch anders eigenlijk? Nou, dus ik ben best wel trots dat ik hier zit en dat ik kan praten met mensen die er wat meer van afweten. Meer dan ik. Meer dan ons heel blog gebeuren. En dat we dan samen... Nou, ik denk als iedereen mooie antwoorden komen, heet het weer tot verschillende inzichten. En al die inzichten bij elkaar is natuurlijk één groot verhaal. Ja. Nou, dan zou ik jullie even voorstellen, dat is natuurlijk ook wel heel handig. Dan heb ik Patrick Bredemeijer, nou, die heeft echt een titel, daar word je helemaal mooi van. Global Concept to Consumer Director bij Palladium. Palladium, en, ja, daar hebben wij samengewerkt. Supermooi schoenenmerk, hele oude jongen, iconisch. Een silhouet die niet meer is weg te denken van het straatbeeld. Ook heel veel invloed heeft gehad op andere sneakermerken. Ja. Jelle Mul, dat is onze senior marketing manager van Patagonia. Wel oude lul. Een senior, is het jou? Omdat, ja? Dat in je paspoort staat. Het heeft niks te maken met ervaring. Zo van, oh, die is boven de up, zetten we senior voor. Ja. Maar het, die werkt bij Patagonia. Ik denk dat Patagonia een van de merken is die het altijd al anders heeft gedaan. En een speerpunt heeft om goed te zijn voor de wereld. En wat ik heel mooi vind, niet alleen maar pusht op consumeren, maar ook consuminderen. Dat vind ik best wel een brave, moedig standpunt van een merk. Vanuit een business wat best wel geld gedreven is. En dus ik ben blij dat jullie hier zijn. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, top. Patrick. Ja. Jij hebt een mega mooie titel. Ja. Wat doe jij de hele dag? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, eigenlijk wat ik doe is dat ik de hele dag ben ik bezig om concepten te verzinnen, ideeën voor producten. En hoe die eigenlijk van product, idee naar de consument worden gebracht. En dat het dus verkoopt, uiteraard. Dat is belangrijk. Maar ook dat de storytelling en alles eromheen, dat dat...
ja, in ieder geval zo strak mogelijk is en zo goed mogelijk is. Dat mensen echt zien van oké, okay, weet je wel, dit is de story achter een product. En dus dat kan zijn betreffende organic products of gewoon een verhaal van de history. Dus dat doe ik de hele dag. En dat brief ik aan het designteam. Die gaan ontwerpen. Dan checken we dat allemaal samen. En op een gegeven moment komt er een product uit rollen. En dan doen we een go-to-market plan uitrollen. En dan komt het op de markt. En dan gaan we zien of het aanslaat, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Dat klinkt heel interessant. Ja, het is super mooie job. Ja, dat wil ik net zeggen. Ja. Jelle, bij Patagonia. Wat ik de hele dag doe? Ja. Oh, ik vraag me dat ook altijd wel eens af. Nou, ik ben bij Patagonia verantwoordelijk voor de brandmarketing voor Europa. Wat eigenlijk betekent dat wij, ik werk samen met de ambassadeurs, doe de evenementen, de content die we maken, de media werken we samen mee, social media. Eigenlijk runnen wij, ik met een team van hele talentvolle mensen, runnen de brandcampagnes, de milieucampagnes en de productcampagnes. Dus wij zijn niet alleen een productbedrijf. We maken natuurlijk producten, maar eigenlijk Patagonia kijkt vooral naar het maken van producten is een middel om de planeet te redden. Dus in ieder geval alles wat er nu gebeurt om het milieu heen, om het bedrijf en de stem die we hebben en de financiën die we daarmee krijgen, in te zetten om een betere wereld te maken. En ik denk dat een interessant iets hierin altijd ook wel is duurzaamheid, want het maken van een product is eigenlijk nooit duurzaam. Je hoort Patagonia eigenlijk ook nooit zeggen dat wij duurzaam zijn. We zijn verantwoordelijk bezig. Maar op het moment dat je iets maakt, vraag je iets van de planeet. En ben je dus eigenlijk niet duurzaam bezig. Nee, dat is... Dat er zijn voorbeelden waar het nu wel kan en daar zijn we mee bezig. En ja, daar komen we vast later op terug. Ja. Maar daar ben ik mee bezig. En Patagonia die heeft een aantal sporten waar we ook heel erg mee bezig zijn. Het is opgericht door een Amerikaan in 1973, een klimmer, surfer. Dus dat zijn twee sporten die heel belangrijk voor ons zijn. Maar ook trailrunnen, mountainbiken, snowboarden, skiën. Dat zijn allemaal sporten. En dat zijn allemaal, in het Engels noem je dat human-powered sporten. En dus buiten het werk wat ik op kantoor doe, heb ik ook heel veel leuke tripjes. Werk ik met heel veel leuke, inspirerende mensen samen. Ja, je zit er ook op. Dat is ook het fijne. Ik bedoel, je levensstijl is ook de manier waarop je werkt. Ik denk dat ook de enige manier is om ook om op dit gesprek op te starten. Ja. Want zoals bijvoorbeeld met de sporten. Ja, zeg maar, de planeet is jouw playground. Dus zonder de planeet kun je ook niks doen. Ik bedoel, er is geen surf, er is geen mountain. Er is niks als de planeet gewoon kapot gaat. Nee. En kijk, als ik dan naar de aantallen kijk die ik dan net heb opgelezen, ken ze inmiddels uit mijn hoofd, ja, dan word ik wel eens dat ik denk, jongens, dit gaat echt de verkeerde kant op. Hoeveel miljard schoenen zijn er per jaar? Er zijn 23 miljard schoenen per jaar. Die worden, en dat zijn natuurlijk heel groot. Het, 11 schoenen per persoon per jaar op de planeet. Ja. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk heel veel, moet je bedenken, ook al die fast fashion dingen, ja, die bieden nu ook schoenen aan. Gisteren zag ik dat de Lidl met een sneaker was uitgekomen. Ja. De Lidl, de supermarktketen. Ja. Kijk, ik vind het mooi als er standpunten worden gemaakt zoals wat een zeeman doet. Die heeft dan laten zien, je kan een goedkope sneaker maken en een dure sneaker. En dan hebben we twee sneakers en dan kunnen we van die goedkope sneaker kunnen we er duizenden van produceren. En van de hele dure sneaker kunnen we er maar 250 van produceren. Ja. Ja. Als jullie daarnaar kijken en zo'n verhaal horen, hoe in de baan waarin jullie zitten, is dat dan een werkelijkheid waar je naar kijkt? Of is het een marketingverhaal? Want ik vraag me soms ook wel eens af, wordt het niet gebruikt, duurzaamheid, om het op de markt te brengen? Nou ja, ja, we hebben dat eerder gezegd. Kijk, waar ik heel kritisch op ben, is dat het ook als een hype wordt aangewend. Weet je wel, dat duurzaamheid een soort wedstrijdje verplassen wordt. Wie de meeste recycled bottles in zijn schoenen heeft. Ik was in januari was ik op een beurs in Italië en dan zie je gewoon zoveel stands en overal, wij hebben zoveel plastic bottles, wij hebben zoveel plastic bottles. En ja, dat is gewoon, dan schiet het zijn doel voorbij, weet je wel. Ik ben daar echt extreem kritisch op, dat niet het doel is. Het doel is om in ieder geval te zorgen dat je zoveel mogelijk probeert in je product te verwerken. Maar
En verkopen is belangrijk, maar inderdaad, wat je zegt, het is niet zo dat dat dan als je heel veel verkoopt, dat je heel erg duurzaam bent. Het gaat ook van, oké, is het echt nodig? Hoe komt het op voorraad? Want dat kost ook allemaal, of wordt het weggetrapt en weggerot in allerlei goedkope deals op sites, weet je wel. Wat allemaal heel veel impact heeft. Ja. Dus ja, ik ben daar echt extreem kritisch op. Ja, ik denk dat het verhaal ook, het is natuurlijk redelijk tweeledig. Ik werk dan voor een bedrijf dat al sinds 1973 hiermee bezig is. En een klein voorbeeldje, bijvoorbeeld in 1992... opende Patagonia een nieuwe winkel in Boston. De mensen in de winkel werden ziek. En er werd onderzocht van waarom wordt dat, die werknemers, waarom worden die nou ziek? Toen kwam er op een gegeven moment een monteur, die keek naar het gebouw en die keek naar de afzuiginstallatie. En die zei, de afzuiginstallatie werkt niet goed. Het zuigt eigenlijk de lucht vanuit de kelder het gebouw in en terug. Ja, maar waarom worden mensen dan ziek? Nou, wat bleek nou? De pesticiden die gebruikt werden in de katoen en in de producten, die zorgden dat het personeel ziek werd. Toen heeft de eigenaar gezegd, oké, we stoppen met die pesticiden. We moeten naar alles biologisch katoen. Nou, de supply chain daarvoor bestond helemaal niet. En Patagonia was op dat moment al een aardig groot merk. Dus je begint eigenlijk aan iets. Nou ja, Patagonia is eigenlijk sinds die tijd altijd een soort voorvechter geweest voor bepaalde dingen toen het nog niet bestond. In de jaren 80 begon het met gerecyclede nylon, dus plastic en dat soort dingen. En het is altijd een soort vechten tegen de bierkei geweest. En wat je dus nu heel erg ziet, is dat mensen het zelf ook begrijpen, in gaan zien. Dus ook steeds meer bedrijven gaan zien van, hey, wacht even. Dit is iets waar wij ook mee moeten gaan. En ik geloof er persoonlijk zelf heel erg in dat als je daar nu niet in meegaat, dan ga je straks helemaal verliezen. Want we gaan het straks niet meer over duurzaamheid hebben. Dat is gewoon een... Het wordt misschien hopelijk, hè, dat we een basis... En dat zie je in de kleding waarin jij natuurlijk... Ik bedoel, Patagonia maakt schoenen. Maar zijn wel heel erg high performance. Hè, dat zijn wel echt bergbeklimmen. Nee, we maken eigenlijk helemaal geen schoenen meer sinds een paar jaar. We werken dan wel samen in een bepaalde categorieën voor schoenen. Maar de bergschoenen zijn er niet meer. Nee. Maar er zijn bijvoorbeeld wel flyfish schoenen. Er zijn nog surfschoenen, dat soort dingen. Ja. Maar het is wel jaren dat er schoenen zijn gemaakt. Maar ik denk het interessante andere kant van dit verhaal is dat je dus ook bedrijven krijgt die het niet op de juiste manier willen doen en die op die hype willen liften. En wat je dus heel vaak krijgt is dat bedrijven 1% van hun lijn duurzaam hebben en dan 99% van hun marketingbudget eraan gooien. En dan denken mensen van, oh, dat is een duurzaam merk. Ja. Ik stap daarin. Ja, en dat is ook wat ik zei. Want wordt het dan niet een marketing tool? Want wat je ziet dan bijvoorbeeld, om maar even een erin te gooien, als je bij Primark komt, die pretenderen dan dat zij duurzaamheid... Ik denk alleen maar, het is nog meer... En mensen, de kwaliteit is zo slecht, want waar wij het ook vaak over hebben binnen de sneakers, zo van als ze dan een schoen maken, dan ziet het er best wel heel ingewikkeld uit. Ja. Het zijn niet sneakers, Veya heeft laten zien dat het anders kan, want die heeft gewoon een heel basic schoentje eigenlijk gemaakt, met een heel mooi verhaal daarachter van jongens, we gaan niet adverteren, doen wel PR en dat soort dingen. Ja. We gaan niet adverteren, want daar geloven wij niet in. Dat geld gebruiken wij, stoppen wij in productontwikkeling. Hè? En zij zijn ook heel erg van fair trade. En dat is onze manier om te laten zien wat wij doen. En die komen op een markt en die pakken een deel van die markt waar je u tegen zegt. Dus als je op het straatbeeld kijkt, dan denk je... In het begin weet ik nog wel, hè, jaren geleden dat iemand met die schoenen liep, dat ik dacht, wat heeft die aan, joh? Ja, ja, ja. En dan kom je in die duurzame winkels waar ik wel graag kom. En dan zie je dus in één keer dat product staan. En ik denk dat die nieuwsgierigheid van die eerste consument die dat oppakt... Die is al geweest. Want in kleding is het makkelijker, klaarblijkelijk, om duurzaam te zijn. Nou ja, kijk, wat je ook heel erg ziet is de jongere doelgroep. Die zijn veel bewuster dan wij. Ik ben nou wel lul, ik ben over de 40. Ja. En ik ben opgevoed in een tijd waar dat gesprek begon niet. Hoewel de eerste artikelen erover al laat 1800 of in de 19e eeuw waren... is het nu echt van deze tijd. Als er protesten zijn op straat, dan komen er echt... Er liep 30.000 jongeren liep hier in Amsterdam te protesteren. Dus die groep is veel bewuster. Dus die vraagt dat soort dingen ook. En heel veel bedrijven die daar niet in meegaan... Ja, dat moet je je afvragen of je wel goed bezig bent als bedrijf. En ik werk dan nogmaals voor een bedrijf die daar redelijk vooruitstrevend in is. En dat gaat ook enorm goed. Dus ja, je komt al heel snel in een gesprek over prijs. Ja,
Patagonia producten zijn wat duurder. Maar waar wij dan weer heel erg mee bezig zijn, is bijvoorbeeld tweedehands. Hoe lang blijft een product bruikbaar? En dat soort vragen zijn ook heel belangrijk. Ik denk ook dat inderdaad dat recyclen en upcyclen, dat is nu vooral in de sneakerwereld, als je dan de vooruitlopers ziet, zoals een Adidas, die zijn dan nu met dat Future Loop program hartstikke goed mee bezig. Maar eigenlijk is het in de sneakers normaal dat je of je trapt ze helemaal af, of je zet ze in een doosje in de kast. Ja, het is zo dat met sneakers en met vintage materialen of gerecyclede materialen zoals en stoffen, zeg maar, daar zijn fabrieken echt heel erg huiverig voor om dat te gebruiken. Omdat ze geen kwaliteit, geen garantie kunnen geven op ingezamelde spullen. Daar lopen wij tegenaan. Dus dat is wel iets dat is niet zomaar 1, 2, 3 omgeturnd. Maar ik heb deze schoen meegenomen. Dat is een Palladium sneaker die we gemaakt hebben. En eigenlijk alles aan die schoen, behalve zeg maar het middengedeelte hier, dat is EVA. En EVA, dat is dus wat is EVA? Dat is in de Jippie-Janneke taal? Dat is een materiaal, heel erg cushioning en voor comfort loopcomfort, zeg maar. Dus de yogamat. Precies. En alleen de onderkant is dan wel van rubber. En, maar dit is allemaal met gerecyclede componenten. Alles, zelfs het, dit is een waterproof schoen, zelfs het membrane in de schoen is gerecycled, van gerecycled plastic, PET. De leestips zijn biodegradable. Dus al die dingen kun je redelijk makkelijk in een schoen verwerken als jouw sourcing goed is met fabrieken en noem maar op. Heb je daar dan ook, zeg maar, binnen de fabrieken zijn er dan speciale afdelingen mee bezig? Dat die heel veel van die onderzoeken doen of enorme knappe studenten daar hebben die met een nieuwe vibe komen? Nou ja, het is meer dat zij ook zeg maar zoeken naar andere fabrieken die het aanleveren. Maar bijvoorbeeld wat een heel leuk verhaal is om te vertellen. In het begin toen wij starten met echt, hoe kunnen we echt sustainable worden met gerecyclede materialen, is dat we schoenen hadden ontwikkeld en met gerecycled rubber. En op een gegeven moment toen gingen we dat verkopen. En toen dachten we, we moeten eens vragen van oké, hoe zijn er certificaten, zijn er dingen? En toen vroegen we dat aan de fabriek. Toen zeiden ze, het zijn gerecyclede zolen van de schoenen. Maar we hebben eerst de zolen geproduceerd. Die hebben we toen vernietigd. En die hebben we door de nieuwe heen gemixt. Zeiden, maar dat is niet de bedoeling, weet je wel. Nee. Maar die mindset was er niet. Die dachten, oké, we moeten zolen recyclen voor het merk Palladium. Dus dat gaan we dan doen. Dat mixen we doorheen en klaar. Maar, en inmiddels hebben we daar natuurlijk gezegd, dat werkt niet. Dus nu gebruiken ze de waste van, dus de afval van zolen die we produceren. En in het begin was dat een mix van allerlei gekke kleuren wat ze er doorheen mengden. Dus dan had je dat speckled effect dat je veel op sneakers ziet. Ja. Nou, dat is niet altijd commercieel. Dus op een gegeven moment hebben we gevraagd, kunnen jullie het dan scheiden van elkaar? En inmiddels kun je dus gewoon monokleur zolen maken. En wat veel beter weer is en makkelijker om te verkopen. Nogmaals, het blijft. Dit ziet eruit als een commercieel product. Dit zou toch gewoon in een gewoon op een sneakerwand kunnen staan. Bij de Footlocker, om maar even wat te noemen. Maar dit zie je dus niet staan bij die hele grote jongens. Nee. Als je dan uitkomt, ik weet dat Palladium de eerste schoen in 1991? Ja, 92, ja. En dat is echt een historie. Ja, dat bedoel dat. Maar waar komt dat vandaan? Waar is die interesse vandaan gekomen binnen het bedrijf? Nou ja, sowieso was het natuurlijk op een gegeven moment begon iedereen over duurzaamheid en sustainability en noem maar op. En toen zijn we gaan kijken van oké, wat kunnen wij daaraan doen? En toen zijn wij zeg maar gewoon met onze fabrieken gaan praten en gaan testen. En wat nog belangrijk is dat op dat moment kwam ook Christopher Rayburn. Dat is een designer uit Londen. En zijn hele ethos, en hij maakt echt super vette dingen, is alles omtrent reused, remade. Ja.
En hij heeft, wij hebben een collab gedaan met die schoenen die ik nu aan heb. En ja, hij heeft ons ook op een niveau getild dat we zeiden van hier moeten we verder in gaan. Ja. Alleen de uitdaging is, wat mij betreft, is oké, om recycled of organic of sustainable producten te maken. Dat is op zich niet eens zo moeilijk. Wat het moeilijke is, is bestaande producten vervangen om die sustainable te maken. Daar zelfs vandaag struggelen wij daarmee. Omdat je een schoen, onze Pampa in zwart-zwart, onze best verkochte schoen sinds jaren, die is 79,95. En als je die sustainable gaat maken, wordt die 89,95. En dan heb je het dus over een prijspunt wat heel gevoelig is. Kijk je naar Nike of Adidas, en die gaan schoenen van 160, 180 euro maken. En die maken hem sustainable. Dat is op zich niet zo heel erg moeilijk. Want dan breng je iets nieuws en het is een duurdere prijs. Dus 10 euro of 20 euro maakt niet uit. De uitdaging zit hem in het lagere prijspunt voor mensen met een kleinere portemonnee. Ja. En alleen daar hadden we net voor de podcast ook nog een discussie over. Van alleen wil je wel goedkope producten? Ik denk niet wil je wel. Moet je dat überhaupt kunnen doen? Ik denk dat ook. Weet je, er is een heel groot verschil in sustainability. Het is iets wat nu commercieel heel interessant is. Dus er zijn bedrijven die het als een commercieel interessant iets zien. Er zijn ook bedrijven die het als iets zien wat moet gebeuren. Dus je gaat een weg in. En dan moet je denk ik heel hard afvragen of een bepaald product überhaupt aangeboden kan worden voor een bepaalde prijs. Dat begint bij Fairtrade, bijvoorbeeld, waar jij het ook over had. Van welke mensen maken die producten? Ja. Want al de producten waar we het over hebben is handwerk. Dat zijn mensen die dat in elkaar zetten. Hoe worden die mensen betaald? Hoe worden die behandeld? Ja. Op wat voor manier? Je hoort heel veel over bedrijven die nu CO2-neutraal willen worden. Wat betekent dat? Ja. En dat is vaak own and operated. Dus winkels en kantoren. Maar de grote impact zit in de fabrieken. Ja. Daar moet je ook allemaal naar kijken, denk ik, om te vragen of je zo'n product wel kan maken. Patagonia maakt bijvoorbeeld niet producten. Die gaat niet lager. Die gaat niet. Alles is. Al het katoen is 100% biologisch katoen. Op dit moment is. Volgens mij is het 72% van de lijn heeft gerecycled content. Er zijn heel veel van die getallen en dingen die gebeuren bij Patagonia waar het gewoon niet lager gaat. En het allerbelangrijkste is de kwaliteit van het product. Ja. Want we kunnen heel erg hebben over hoe het gemaakt is, wat voor lijm erin zit. En dat is enorm belangrijk. Maar als je een product maakt wat een paar maanden later uit elkaar valt, wat je ziet in fast fashion, te gek. Ik kan een t-shirtje kopen voor 10 euro, gooi ik daarna weg naar het feestje en ik ben super hip. Ja. Nou ja, weg bestaat al niet. Nee. Dat is niet, dus dat moet je dan gaan recyclen. Dat vraagt ook weer energie. Maar als je kwaliteitsproducten maakt, dan gaat dat langer mee. En wat je dus ook ziet bij de producten die wij hebben, is die zijn niet trendgevoelig. Als je op trends mee gaat varen, dat betekent dat het na een jaar ook niet meer gebruikt wordt. Dat gaat weg. Nou ja, nogmaals, weg bestaat niet. Dus dan kan je ook kiezen om bepaalde producten te maken die niet trendgevoelig zijn. Nou ja, dat is de weg die Patagonia ingaat en heel erg in gelooft. En dat is natuurlijk een hele interessante dynamiek. Want ik ben ook jong geweest en ik kocht ook simpel schoenen die dan die in de grond begroeven en die zelf weg zouden gaan. Zagen die er cool uit? Nee. Dus was ik nou cool op school? Nee. Dat is ook de grote vraag. Hè? Want als we dan. Kijk, als ik zo'n product hier op tafel zie staan, denk ik, nou, dat is gewoon een commerciële schoen. Ze kan een Jan en Alleman zou die aankunnen. Maar als je dan, wat heel vaak gebeurt in de sneakerwereld, er komt een hele mooie collaboratie aan. Maar het ziet er ook uit als een schoen dat je denkt, nou, dan moet je echt wel 1-3 keer over nadenken van wanneer doe ik die aan? Als je zou er bijna mee kunnen wegvliegen naar space. Hè? Ik bedoel, Luke Skywalker zou ze ook kunnen dragen, zoals ik dan zeg. Kijk naar de nieuwste schoen van Kanye West, de Yeezy. Ja, de dat Yeezys, is een algen, een op algen gebaseerde EVA. Dus, dus eigenlijk veel meer sustainable dan de EVA die we bijvoorbeeld hier gebruiken. Maar daar heb je hele freaky dingen. Maar dat is ook om aandacht te trekken. Maar is het dan ook de doelgroep
die het koopt. Want ik vraag me af, de mensen die dan... Ik ben helemaal eens wat jij zegt. Ik bedoel, laat het basic houden en maak het niet heel ingewikkeld wat Patagonia doet. En dan blijkt het dat er dus heel veel liefde voor zo'n product is. Want het wordt enorm goed gedragen. Ik bedoel, ik zie het overal. Het is wel een bepaalde groep mensen die het draagt. Die zijn al veel bewuster bezig, denk ik, met de wereld dan... omdat ze bijvoorbeeld zo'n sport beoefenen. Het is natuurlijk ook een beetje je uithangbord van... kijk, ik kan heel goed skiën, dus ik draag dit, noem maar wat. Nou, ik denk dat het onderhand al een stuk verder is... dan alleen de mensen die de sport beoefenen. En dat zien we wel, omdat het heel... Ja, het verkoopt gewoon heel goed. Ja, ja. Ik denk ook dat een uitgangspunt is waar wij vaak vanuit werken op kantoor. Het is niet van, oh, is dit een commercieel product? Is dit product nodig in de markt? Waarom maken we het? Wat is de reden dat het er dan is? En laten we het dan in de markt zetten of niet? En dat is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. Maar ja, het is wel degelijk dat ik op de middelbare school zat, wilde denk ik ook cool zijn. Nee, maar dat vind ik ook heel... Ook de juiste producten hebben. Maar zo'n Yeezy is... Ik denk dat de naam natuurlijk die eraan hangt, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Dus jij die schoenen aan hebt, dan laat je wel zien dat je echt wel even drukte mee bent geweest. Want je hebt ze ook niet zomaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, op dit moment zie je ook dat bijvoorbeeld die hele hiking outdoor trend is helemaal op sneakers ook doorgegaan. Ja. Dat is niet voor niets. Ik bedoel, dat is ook dat heeft te maken met dat hiking en outdoor producten zijn multifunctional. Kun je op meerdere gebieden gebruiken. Dus misschien voor urban exploration, maar ook om een hiking te doen in een park of weet ik het wat. En die trend, die zie je dus ook in sneakers ontstaan, omdat mensen daarnaar op zoek zijn. Mensen zijn op zoek naar producten die ze op meerdere vlakken kunnen gebruiken. En daarbij komt ook nog eens dat vaak outdoor producten durable zijn. Ja. Dus stiekem is het wel zo dat er al in aan het sluipen is. En ik zie dat zeg maar ook voor over 2 jaar al kunnen wij vooruitkijken in de trends. En je ziet dat alleen maar groter wordt. Die hele meer outdoor trend, ook op sneakergebied, wordt alleen maar groter, omdat het om multipurpose, multifunctie gaat. Als ik dan denk aan dat soort producten, die zijn technisch gezien redelijk ingewikkeld. Want als we dan een vergelijk maken tussen de fashion, dus gewoon laten we maar gewoon kleding nemen en sneakers, dan zie je dat het grootste moeilijke punt ligt bij de afbraak. En omdat een sneaker wordt uit meer dan minimaal 10 componenten gemaakt. Dus je hebt je insole, je outsole, je heel cup, noem maar op, dat weten we allemaal. En een t-shirt, je hebt een labeltje en een stof. Ja, dus maar je hebt ook technische jassen bijvoorbeeld. En dat zijn weer membranen en dat maakt het ook moeilijk. Maar daar kun je dus ook gewoon duurzame producten in maken. Als je zo hoog technisch praat, wordt het dan steeds moeilijker? Of is daar veel meer ontwikkeling in gaande? Het wordt steeds moeilijker en ik denk... Patrick net zei, klopt ook dat helemaal aan het begin van dingen recyclen, dan zag het er niet uit. Nu is de technologie zover dat het er ook gewoon goed uitziet. En hoe ga je dat nou uitleggen? Want duurzaam is natuurlijk een heel moeilijk concept. Ja. Hè? Want je hebt een product wat duurzaam is. Het is bijna een vies woord. Maar ook het bedrijf die het maakt, het vervoeren van waar komt het vandaan, hoe zit het in elkaar. Het is heel complex en daarom denk ik ook dat heel veel mensen het niet precies begrijpen. Het heeft altijd een beetje in een linker hippie hoek gezeten van duurzaam, daar heb je die geitenwolle sok. Ja. Nou, ik denk dat iedereen onderhand en gelukkig in Europa en helemaal in Nederland onderhand wel bewust is van... We moeten echt wat gaan doen, want anders hebben wij echt een probleem. Zeespiegelstijging, als je daarin duikt, dan word je er eng van. Rutger Bregman heeft een heel interessant boekje daar laatst over geschreven. Jij hebt vorige week toch de nieuwe kustlijn gefietst van Nederland. Wat vertelde je nou? Ja. Dat is heel mooi verhaal. Dat is bij mij in Amersfoort. Dat is echt waar. Ik fiets heel veel en vorig jaar zijn we een rondje Wadden gegaan en toen... heel veel gesprekken erover gehad. En op een gegeven moment kom je erop van... wacht even, over 100 jaar bestaan de Wadden waarschijnlijk helemaal niet meer met zeespiegelstijging. En er zijn een aantal modellen en er zijn een aantal meningen zijn daarover verdeeld. Maar de meningen zijn eigenlijk niet over verdeeld dat de zeespiegel gaat stijgen en dat die ook flink gaat stijgen. Nou, de deltawerken zijn gebouwd op 45 centimeter en het is best wel goed mogelijk dat wij 3 meter hoog gaan in 2100. Dus met die gedachte zeiden we op een gegeven moment... waar komt dan de kustlijn te liggen? Toen heb ik
vorig weekend met wat vrienden zijn we de toekomstige potentiële kustlijn van Nederland gaan fietsen. Maar ook gewoon om zelf waar ligt die dan? Waar ligt, waar ben je dan? Nou, hij begint ergens bij Groningen. En dan gaat hij zo naar beneden via Meppel, Zwolle. Dus jouw ouders komen aan zee. Mijn ouders zijn goed. Dus wij waren al grapjes aan het maken van... Zwollywood aan zee. Wat natuurlijk interessant is, we maken er allemaal grapjes van. Maar als je erover nadenkt dat je eigen kinderen wellicht het huis wat jij nu koopt en wat jouw kinderen gaan erven van jou, dat kan zomaar in een gebied liggen waar dan water is. En natuurlijk, wij Nederlanders die redden ons daar op een deel wel uit. Er zijn al plannen achter gesloten deuren bezig om Amsterdam te gaan omdijken, stukken terug te geven. Maar om niet te diep daarin te gaan, maar dat zijn wel dingen die echt bezig zijn. Ja. De Malediven die stromen al onder. Ja, dat is nu al een heel groot Heel veel problemen die we ook zien met vuren in Australië. Mensen moeten op een gegeven moment... als we denken dat we nu een vluchtelingencrisis hebben, dan moeten we nog 150 jaar gaan wachten. En dan krijgen we echt een vluchtelingencrisis. Ja. Ja. En nu zitten we nog op een punt waar we daar wat aan kunnen doen met z'n allen. En dat is de dingen die we kopen, de dingen die we doen. We zitten ook nog op een punt waar we kunnen zeggen dat kan op een goede manier. Er zijn heel veel alternatieven beschikbaar. En die verhalen moeten verteld worden en dat moet gezien worden. Het kan zijn dat sommige dingen iets minder kunnen, maar er kan gewoon nog heel veel gebeuren. Je moet ergens beginnen, want uiteindelijk wat jullie ook zeggen, ik denk dat het hangt allemaal aan elkaar vast. Ik bedoel, het gaat over de fabrieken waar het gemaakt wordt, de mensen die er werken. Als het dan hier bij ons komt, wie het koopt, hoe je het behandelt. Alles, het is gewoon... Ja. Het is eigenlijk het domino-effect. Maar je moet die eerste stenen gooien. En ik denk dat wij hier ook bij elkaar zitten om die eerste stenen om te drukken. In ieder geval het gesprek binnen een platform op alleen maar bewustheid te creëren. Ja, het is niet meer dan dat eigenlijk. Nee, maar mensen begrijpen het vaak ook niet. En dat is ook logisch. En het is natuurlijk ook zo dat als er een t-shirt beschikbaar is voor 10 euro... en jij hebt niet zoveel geld, dan koop je natuurlijk dat t-shirt. Ja, precies. En daar moeten we heel erg naar kijken. We hebben het ook over sociale problemen die er zijn en dat soort dingen. Ja. En daar moet je naar gaan kijken van hoe kan je dat oplossen. Nou, iets waar wij heel erg mee bezig zijn nogmaals is tweedehands. Door Hornwerk. Ja. We repareren heel veel. Dat is heel belangrijk. Vroeger, in de tijd van onze opa's en oma's, werden dingen gewoon gerepareerd. Je had je zondags uit. Ja. En waarom moeten we allemaal 10 paar schoenen hebben of zo? Nou ja, en dit is natuurlijk een beetje... hoe noem je dat? Vloek in de kerk, om dat tegen een sneakerpodcast te zeggen. Ja. Maar wees daar bewust van. En ga daar naar kijken van wat dan allemaal wel en niet mogelijk is. Ja, waste is natuurlijk het allergrootste. De afvalberg groeit en groeit en groeit. En als we dan hebben over de sneakers die er worden geproduceerd en niet... op een manier worden geproduceerd dat ze afbreekbaar zijn of gerecycled worden, dan heb je dus 30, 40 jaar een schoen liggen die dus niet zomaar weggaat. Ja, als je een product 8 tot 9 maanden langer gebruikt, dus ongeveer een seizoen voor ons, dan heeft het product al 20 tot 30% minder impact op het milieu. Ja, dat zijn 20 tot 30% minder. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook interessant. Ja. Want dus nog een keer, als je een product 8 tot 9 maanden langer gebruikt, heeft het 20 tot 30% minder impact op het milieu. Want die impact die zit bij het maken van het product. Ja. Het is meer de productie wat gewoon heel erg zuigt aan... het milieu, om het maar even... Dan en dat is natuurlijk de huidige manier van produceren. En iedereen is daar hard aan het werken op hoe je produceert. Wij werken met onze kantoren, wordt allemaal door duurzame energie. Wij werken samen met fabrieken om te zorgen dat het duurzame energie gaat. Dat het steeds duurzamer gemaakt wordt, of in ieder geval verantwoordelijker gemaakt wordt... maar het is wel degelijk zo dat dat altijd, en zo begonnen we natuurlijk ook, het heeft een impact op het milieu. Dus dat zijn vragen die mensen zichzelf heel makkelijk kunnen stellen. Van jeetje, ja, ik wil die nieuwe jas, want ik wil hip zijn. Maar diegene waar je hip voor wil zijn, die ziet dat waarschijnlijk niet eens. Of die oude jas, die was eigenlijk superleuk. Ja. Gebruik hem een halfjaartje langer. En je doet al wat. Je zet al een eerste stap. Ik zie een product zoals Palladium, dat al 100 jaar bestaat. Dat is eigenlijk nog de eerste product die ze gemaakt hebben, is eigenlijk de best verkopende schoen. Ja. En ik denk dat je als je dingen maakt die duurzaamheid, dan worden ze iconisch.
Ik denk dat een sneakermerk daar ook bewust van moet zijn. Dat je als je het maakt, maak het goed. Maak het kwalitatief. En geef het een look dat het niet net komt alsof het uit een of andere spaceship is gedropt. Ja, maar dat is ook wat ik net zei. Utility en utilitarian, dat zijn... Een palladium schoen is ontstaan omdat die gemaakt is voor het Franse vreemdelingenlegioen. Dus voor moest zeer duurzaam zijn voor het leger, noem maar op. En ook low-tech, dus er moest zo min mogelijk aan zitten. Ja. Dus het was gewoon canvas met rubber aan elkaar bakken en klaar. En dat is altijd zo gebleven. Het productieproces is wel wat veranderd, natuurlijk wat moderner geworden. Maar dat is zeg maar wat wij eigenlijk voor 80% verkopen. En daar ben je natuurlijk aan trends onderhevig. Hè, want de ene keer ben je hot, de andere keer ben je not. Maar we proberen natuurlijk wel gewoon bij te blijven met toffe dingen te brengen of mee te gaan ook om te verduurzamen, dat soort zaken. Maar voorop blijft staan dat je ergens vandaan komt als merk. En dat is bij ons is dat die military heritage en utility, dus gewoon echt gebruik van de schoen. En niets meer en niets minder. En dat is denk ik heel sterk. En dat is wat consumenten ook steeds meer gaan zien. Ja, en wat denk ik hierin ook wel interessant is dat je vaak merkt, dat hebben jullie waarschijnlijk ook als je gesprek hebt met vrienden of zo, dat perfectie is een beetje de vijand van goed. Ja. Van als jij iets doet, oh, maar je doet dat niet. Of oh, je gaat met de auto of je vliegt daar nog heen. Ja. En het klopt, het is waar. Je eet nog vlees. En ik denk dat als wij met z'n allen ergens willen komen, dan moeten we stapjes zetten. En dat is op persoonlijk stapjes. Niveau, maar ook op bedrijven. Maar wat je wel vaak ziet, is dat bedrijven heel goed zijn in de eerste stap, dat heel groot vieren, maar die tweede stap komt nooit. Precies. En die vragen moet je ook als consument aan bedrijven gaan vragen. Ja. Van, hey, je bent hiermee begonnen, je hebt een lijntje opgezet hier. Waar gaat het heen? Ja, wat gaan jullie doen? Wat zijn jullie doelen? En dan ook blijven vragen. Ja. Ja. En ik denk ook dat vanuit de markt natuurlijk ook een bereidheid moet zijn, ook vanuit de winkels die het verkopen, om te laten zien, om het wel te showen. Want ze zeggen dan al vaak, nee, ik koop het niet in, want het is eigenlijk te duur voor mijn publiek. Dan beslissen ze al voor de consument. Ja. Want waar we het ook over hadden, dat schoenen die dan duurzaam zijn, zijn direct ook gewoon... Nou, stel je maakt een pampa. Ja. Gewoon de basic palladium. Als jij die pampa in een duurzame vorm zou maken, wat voor prijsverschil praten we dan? Zeg maar €90, terwijl die normaal 75 of 80 is. Ja. Dus het is gewoon... Voor mensen kan dat best geld zijn. Precies. Voor de consument is gewoon tientje, €15. Ja, maar klopt. Maar het wordt niet gedaan. Je ziet het niet... Nee, maar kijk, Patagonia groeit niet voor niks zo snel. Het is allerlei soorten mensen dragen Patagonia. Ja. En sommige mensen kopen dat in de uitverkoop, sommige mensen kopen het tweedehands. Maar omdat het product is, kan dat ook. Je koopt een tweedehands product wat nog steeds goed is. Ja. Dus dat is als nieuw. Dus het is de vraag ook. En ik denk ook wat je heel erg ziet nu, ook in het retaillandschap, is dat... De voorlopers van nu, dat zijn diegenen die wel die schoenen neerleggen. Ja. Want die doelgroep wil dat ook hebben. Precies. En diegenen die dat niet doen nu, heel goed. Je bent heel goed met je portemonnee bezig nu, maar je kan je afvragen waar je over 10 jaar staat. Ja. 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 En inderdaad, het is bewust en daarom vind ik het ook heel mooi om hierover te praten. Ik bedoel, jullie zitten natuurlijk allebei op een heel ander vakgebied. En vorige week hebben we dan gesproken met andere gasten die ook een heel ander vakgebied hebben. En ik denk dat als we al die informatie bij elkaar gooien, dat we uiteindelijk wel tot een... Ja, een soort van share knowledge komen. Dat we elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen inspireren. Ja. Ik denk ook vanuit de fabrieken dat er steeds meer... Hè, er komt ontwikkeling, maar kunnen we dat dan ook zo doen, die ontwikkeling... dat ook weer terugkomt bij andere merken? Want wordt er samenwerking gezocht tussen merken? Hebben jullie daar enige... Ja, op sneakerniveau weet ik niet, maar ik kan wel uitleggen wat wij doen. We hebben bijvoorbeeld een wetsuit wat gemaakt is van natuurlijk rubber. Neopreen is een stof waar wetsuits van gemaakt worden. Ja. En als je daar dieper in duikt, dan word je er echt heel erg bang van. En eng. En dan denk ik dat je nooit meer een wetsuit aantrekt. Nou ja, dat is een verhaal niet aan ons om te vertellen. Maar het is wel een verhaal aan ons om te vertellen van het alternatief. Ja. Nou, dat is Ulex. Daar werken wij dan hard aan.
daar werken wij aan. Is dat aan. Een eigen ontwikkeling vanuit Patagonië? Ja, we werken dan samen met... Ulex is dan een bedrijf wat dat ontwikkelt. En wij werken samen met hun om dat op te zetten. Ja. Onze volledige wetsuitlijn is nu Ulex. Maar dat is eigenlijk open source voor ons. Dus wat je nu ziet en wat we juist heel erg actief stimuleren is dat meer merken dat ook gaan gebruiken. Dus meer merken met Ulex gaan werken. Oké, dus dat ga je ook met andere wetsuit fabrikanten kun je zeggen van joh, gebruik dit. Ja, en wat dat natuurlijk heel interessant is, dat komt ook voort uit het feit dat wij niet trendrelevant zijn. Dus daar gaat het bij ons niet om. Dus je mist dat moment in de markt niet en dat soort dingen. Maar wat nog interessanter is in dit verhaal bijvoorbeeld, ongeveer 86% van alle wetsuits wereldwijd worden in één fabriek gemaakt. Die fabriek die zet ze in elkaar. Dus de stoffen die leveren we aan en die zet het allemaal in elkaar. En wij werken met een fairtrade organisatie en werken dan samen met die fabriek om die fairtrade gecertificeerd te krijgen. Nou, wij betalen als bedrijf de audit daarvoor en alle kosten die daarmee komen. Maar als dat eenmaal zo is, dan kan elk merk wat ze wetsuit daar maakt een upcharge betalen. Dat geld gaat naar een pot waar de werknemers zelf over kunnen beslissen wat daarmee gebeurt. Nou, er wordt van alles mee gedaan, een keuken voor gebouwd. Mensen kunnen het rechtstreeks in hun zak steken. Dat wordt als werknemers beslist wat ze daarmee willen doen. Maar omdat wij dat belangrijk vinden en dat de fabriek is die het voor ons maakt, maken wij die stappen. Maar dan kan dus letterlijk 86% van alle wetsuits in de markt, die zouden Fairtrade gecertificeerd kunnen zijn. Nou, er zit een upcharge aan. Ja, en dat is dan de vraag, wil dat bedrijf dat wel neerzetten of niet? Ja. En wij geloven erin dat er steeds meer mensen dat gewoon automatisch gaan vragen. Ja. Ja. En wij hebben ook echt een tof voorbeeld daarvan. We gingen een collab doen met Michelin, een autobandenmerk. Nou, oké, rubber, autobanden, wauw. Dankjewel. Ja. En aanvankelijk toen vroegen wij van, kunnen we de zool dus ook gerecycled krijgen? Want hij is gebaseerd op een all-weather band. En toen keken ze ons aan van, no way. Dat. Maar zij bekeken het vanuit het oogpunt van een autoband. En een autoband, het compound wat gebruikt wordt, is natuurlijk vele malen heavier dan voor een schoen. En zij zitten aan mega safety en veiligheidsdingen en weet ik het wat allemaal vast. Dus ze bekeken dat heel erg van, nee, dat is echt bijna lacherig. Nee, recycled bestaat niet. Toen zijn we dat niet gaan doen. We hebben wel de schoen gemaakt omdat we heel veel grip in de schoen wilden maken. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar het seizoen erop kwamen ze terug. Hey, jongens, want we hadden ze aan het denken gezet. Hey, we hebben nu wel een compound gemaakt, speciaal voor schoenen, waar we wel kunnen recyclen. Dus helemaal trots van oké, we hebben die stap gemaakt. En dat kwam eigenlijk doordat je elkaar challenged om het wel te doen. En bij Michelin is het zo dat ze maken banden, maar ze maken ook outsoles, net als Vibram, weet je wel, voor verschillende merken. Dat betekent dus dat ze dat voor ons doen, maar ook voor potentiële andere merken. En dan zie je dat het dus groter begint te worden. En dat is die olievlek. Ja. Ik wil nog wel even terugkomen op het hele verhaal van oké, wat kunnen we dan doen? Kijk, ik ben extreem kritisch. Ik ben oké, global warming. Ik ben daar wat kritischer in. Ik ga het zeker niet ontkennen. Maar wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind is oké, misschien is duurzaamheid niet zo cool of weet ik het wat. Maar wat we wel kunnen doen, en dat las ik in een artikel en dat vond ik super interessant, want daar voel ik me veel meer mee verbonden. Die hele angst en dat schuldgevoel wat wordt gecreëerd in deze tijd, omtrent heel veel zaken, maar vooral dan ook om milieu en sustainability. Ik denk dat het verkeerde insteek is. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we, en dat komt ook uit de spirituele organisaties en achtergronden, is dat je bent niet verantwoordelijk voor je ziekte, je bent verantwoordelijk voor je herstel, voor je recovery. En als je daarop gaat focussen, in plaats van, oh, wat is het erg en oh, wat ben ik ziek,
Oké, kut, ik ben ziek. en waarom? Ik weet het niet. Ik heb in die winkel gewerkt waar je het over had. Ik ben tegen een virus aangelopen. Maar wat je wel kunt doen, is om vervolgens stappen te nemen om te herstellen, om beter te worden. Ja. En wat ga je dan doen? Ga je dan extra roken of ga je dan heel veel drinken? Nee, dan ga je gezond doen. En die insteek is voor mij veel belangrijker en een mindset... Die moet komen in plaats van die angst en dit schuld en we doen alles verkeerd en de wereld vergaat, weet je wel. Ik denk waar we nu in zitten is een heel bewustzijncreatie. Want ja, kijk, maar, er is altijd jaren zijn, precies waar we het hebben gehad, dat het kwam uit een geitenwolle sokkenhoek waar iedereen naar keek en dacht van joh, dan staan ze weer allemaal te protesteren met dat stoffige uiterlijk. Ja. En het is eigenlijk... Het is gewoon modern. Ik denk ook niet meer dat we over hype moeten spreken. Ik denk dat we gewoon over modern iets. Ik weet niet. Ik weet niet eens hoe je het moet noemen. Maar kijk, weet het, ik vergelijk het ook altijd met... Je had vroeger een Toyota Prius. Nou, sorry, ik wil niemand voor zijn hoofd stoten, maar dat was echt lelijk. Ik heb er een gehad, hè. Oké, ja. En nu heb je een Tesla. Ja. Weet je? Ja. Ik ben een autoliefhebber, maar nu heb je een Tesla. En dat is eye candy. En een Toyota Prius is een beetje, een beetje een suffige auto, bewijzen van, weet je wel. Ja. Ja. Dus je ziet dat er best wel mooie dingen gemaakt kunnen worden. En over smaak valt niet te twisten, maar je ziet dat steeds modernisatie. Nou, ik vind het heel interessant wat je zegt, maar ik denk dat er in heel veel dingen heel veel nuance zit. Want, ja, zeker. Natuurlijk. Als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt en waar 97% van de wetenschappers die ernaar kijken en wat heel veel slimmere mensen zijn dan wij, die zien wat werkelijk het probleem is. En dat probleem is heel groot en het is een iets logisch dat mensen dan automatisch paniekvoetbal gaan spelen. Ja. Nou ja, bij Patagonia spelen we geen paniekvoetbal. Wij vieren heel erg, net als wat jij zegt, de oplossingen. Maar wat wij ook doen is, we hebben 1% for the planet. Dus 1% van de verkoper, dus dat is niet de winst, maar de verkoper, gaat naar milieuorganisaties. En dat zijn vaak kleine milieuorganisaties die zich wel vastbinden aan die boom, of die wel op de bühne staan, of die wel bij grote oliebedrijven gaan staan en hard roepen. Ja. Hoewel het klopt dat we heel erg moeten gaan focussen op de oplossingen hier, is het nog steeds ook een stem van mensen die niet duidelijk aangeven wat het probleem nou is. En die heel veel voordeel hebben om dat niet te gaan zeggen. Nou, ik ben het volledig eens dat we dat niet moeten gaan roepen van dit is allemaal aan de hand, want dan luisteren mensen niet. Het moet niet in een soort linkse hoek blijven zitten. Want het maakt niet uit van wat voor ras je bent, wat voor seks je bent, wat voor geslacht je hebt. Nee. Of als het op zo'n manier door blijft gaan, dan hebben we er allemaal last van. Ja. En daar moeten we denk ik op letten. Maar haar herstel is wel mooi, want ik vind wel, de redenering is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, laten we praten over het herstel. En ik denk dat ook gesprekken zijn waar jullie dagelijks mee te maken hebben. Ja. Want waar je mee bezig bent is herstel. Dus als we het dan toch moeten doen, kunnen we het dan niet anders doen. Precies, het gaat echt om recovery. Tuurlijk, er wordt een mega aanslag op de wereld gepleegd. Maar daar hebben we ook voordelen van. En noem maar op, daar leven we. En we gaan door en we willen het misschien niet allemaal zien. Maar wat we wel kunnen doen, is die mindset veranderen. Ja. Dat je zegt, oké, wat kan ik doen om mee te helpen aan het herstel? Om de boel te verlichten, zeg maar. Zonder te dromen of wollig te doen. En wat mij betreft, weet je, ik kijk nou even naar deze schoen, maar het is niet ingewikkeld. Het is meer de vaste stramine, de vaste waardes die in het leven zitten, zoals een schoen van 80 euro, om die te veranderen. Voor ons, ik over schoenen. Daar zit de essentie. Dit is niet zo moeilijk om te maken. Het gaat om die vaste waarden doorbreken. Dat zijn vaste waarden die er ook niet altijd zijn geweest. Fast fashion, dat ik jong was, bestond dat niet. Dat is nu een vaste waarde geworden. Dat zien we als iets van een t-shirt voor 10 euro. Maar is het misschien ook niet omdat dat is gebeurd, dat we nu in één keer allemaal denken, wow, dit moeten we stoppen? Nee. Carl Jung, die noemt dat enantiodromie. Dat is iets waar we altijd doorheen gaan. Dat zijn de ups en de downs. Het is een golf. Ja. En dat zal het altijd blijven. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat mensen dat ook inzien.
En ik denk ook, wat natuurlijk heel interessant is, ik heb ook voor bijvoorbeeld voor etnisch gewerkt. Nou, dat is die had de allereerste gesponsorde skateboarder, Natasha Campus. Die sponsorde etnisch. Dat was het core skateboardmerk. We deden van alles voor de core, maar vervolgens krijg je een doelgroep die ons inhaalt. En je krijgt merken die ons inhaalt. En Nike gaat bijvoorbeeld dingen doen. En op een gegeven moment heb je een doelgroep die helemaal niet meer weet wie Natas is. Ja. En die ziet Nike als core. En, ja. en daar moet je denk ik ook heel erg op letten. Van hoe praat je met je doelgroep en wat voor verhalen vertel je? Want je wordt anders ook irrelevant voor zo'n doelgroep. Ja. En ook het verhaal moet wel relevant blijven. Ja. En dat moet wel op een bepaalde manier verteld worden, denk ik. En door de juiste mensen. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet iemand die een enorme grote Ferrari rijdt een heel duurzaam verhaal laten vertellen. Nee, en wat tenzij het een elektrische Ferrari is, misschien zijn die er al. Waarschijnlijk ook wel. Ja, en wat je ook heel erg ziet is natuurlijk nu is influencer marketing. Nou, ja. Ik vind het woord influencer word ik altijd wel een beetje kriebelig van. Maar dat is iets wat heel erg goed werkt. Ja. Maar ik en het team werken daar helemaal niet mee. Nee, want authenticiteit in het vertellen van een verhaal is enorm belangrijk. En dat mis je daar heel erg. Ik denk dat een van de dingen die we vorige week hebben besproken kwam ook echt terug op authenticiteit. Weet je, doe waar je goed in bent en blijf bij je. Hè, schoenmaker houdt u bij uw lees. Ja, nou, laten we maar even hebben over schoenen en een van de oudste gezegdes uit Nederland. Ja. Het is wel wat het is. Ik bedoel, als jij dan goed bent in skate, blijf dan bij skate. Maar wat je ziet is dat natuurlijk heel veel andere merken denken, oh, ik ga ook een skatelaantje, want het is mega. Doen mijn meisjes van 7 die skate al. He, dat is een stapje. Maar het is wel leuk hoor. Want nogmaals, als we teruggaan naar het wetsuit wat wij maken. Dat is natuurlijk niet zomaar makkelijk om een nieuw product in de markt te zetten van een nieuwe grondstof. En daarmee bezig te zijn. Dus dat allereerste Ulex wetsuit was niet zo goed. De allereerste iPod was ook niet zo goed. Nee. Maar waren de mensen die dat kochten? Ja. Die liepen daarin voorop. Ja. Is hij nu goed? Ja. Ja. En dat nieuwe Ulex wetsuit, is hij nu goed? Ja. En nu zie je dat er veel merken aan boord komen. Is dat wel eens frustrerend voor het werk wat ik doe? Absoluut. Want al die merken die profiteren van al die jaren werk. Ja, ja, maar ja. Zolang je dan vooruit blijft streven met bepaalde dingen, blijf je interessante, leuke verhalen vertellen. En wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met regeneratieve landbouw. Ja, dat is de volgende stap van biologisch. Ja. Want planten die trekken CO2 uit de lucht, die stoppen het in de grond. Ja. Dus je kan katoenen producten maken. Die zeg maar beter zijn, dus die wel duurzaam zijn. Waar we begonnen van, kan eigenlijk niet, begint het steeds meer naartoe te gaan waar het wel kan. Dat is eigenlijk iets wat onze opa's en oma's, hoe die verbouwden. Wat we heel erg vaak hebben, is dat je naar boeren gaat in Azië en die zeggen, je bedoelt hoe we het vroeger deden. Ja. Want zo deden ze het. Ik heb het nog wel in de kast liggen. Het was niet zomaar monocrop, grote gewassen, grote machines eroverheen, alles eruit trekken, maar juist kleinschaliger. Is dat moeilijk? Ja, want het is kleinschaliger. Dus de manier waarop het gemaakt wordt is heel anders. Maar als je regeneratief biologisch kan gaan verbouwen. En wie weet, over 10 jaar doen we dat. En dan zijn we wel bezig met. En dan kunnen we nog steeds toffe t-shirts maken, leuke dingen. Maar dan wel op een manier waarop de planeet zo blijft bestaan als het is. En het is een heel. Het is een geheel. Ja. Dus als wij. We hebben nu bijvoorbeeld het constant over de eikenprocessierups. Ja. Nou, daar krijgen we er veel meer van. Want de aarde warmt op, dus die gaan naar boven. Maar ook de natuurlijke vijanden gaan weg. Hoe gaan die weg? Omdat we pesticiden gebruiken. Nou, al dat soort dingen is allemaal met elkaar verbonden. En dat is natuurlijk een enorm interessant vraagstuk om naar te kijken van wat doen we? Want ik heb ook gesprekken met vrienden die bepaalde pesticiden gebruiken, die bollenboeren zijn. En begrijp ik dat? Absoluut. Ja. Maar hoe gaan we daar dan met z'n allen mee om? Dat we niet nu het oplossen, maar over 10 jaar wel het opgelost hebben. Alternatieven zoeken en met elkaar inderdaad met elkaar blijven praten. Want het blijkt dus toch dat er soms inderdaad zo'n boertje uit Vietnam iets in de kast heeft liggen van zijn grootouders. Zijn, nou, dan misschien moeten we dit weer eens naar boven brengen. Ja, want inderdaad, vakmanschap is denk ik wel een sleutelwoord. En het heeft allemaal met schaalvergroting te maken. Dat alles moest groter, meer. En dan is automatisch ga je zoeken naar mogelijkheden om het goedkoper te maken. En ja, dat is niet altijd duurzaam sowieso. Maar ook niet altijd de weg. En dan zie je vaak dat oude ambachten of technieken of weet ik het wat, die zie je weer terugkomen op een
misschien iets modernere manier. Maar wel dat dat, ja, dat, dat bijdraagt, weet je wel. Ja, hoe dat tof het is dat lijnschaal? Dat zou toch geweldig zijn? Nee, maar ik heb ook een mes. Ik was heel klein en wij gingen met mijn ouders altijd naar Noorwegen toe op vakantie. En 3 jochies in een Volkswagen campertje daarheen, stenen gooien. Mijn ouders hadden wat vrienden daar. En op een gegeven moment, ik was volgens mij 8 en ik kreeg een mes. Dat was een handgemaakt mes uit Jijlo. Helemaal mooi ingegraveerd. Alles met de hand gemaakt. Dat ding heb ik nog steeds. Ja, en dat is echt iets voor me. Ja. Hoe mooi is het dat we nu weer in een tijd komen waar bepaalde dingen dus wel waarde voor ons hebben. Waar we het niet weggooien. En die essentiële producten, die paar producten en schoenen is ook zo'n product. Ja. Hoe tof is het als je daar trots op bent. Ja. En als dat op een mooie manier gemaakt is. En niet door iemand ergens die niet betaald wordt, die allerlei chemische stoffen over zich heen krijgt. Precies. Dat is gewoon geweldig. Ja, ik ging vroeger met mijn sneakers naar bed als ik nieuwe had. Dan trok ze niet uit. Dat vond ik zo vet. Ja. Ik sliep onder mij. Maar hoe mooi is het als je dus... Want dat hebben we dus nu ook heel vaak. Dat je het hele verhaal niet kent. Nee. Weet je, we weten allemaal wat er in Bangladesh op een gegeven moment gebeurde. En dat verhaal, dat willen we zoveel mogelijk weghouden. Ja, maar hoe mooi is het als dat hele verhaal verteld wordt. En je bent er nog steeds trots op. En je hebt een product wat wel... Waar je ook trots op kan zijn. En misschien betekent dat die niet 69 euro, maar 79 euro kost. Ja. Maar als we dan met z'n allen daar naartoe kunnen gaan en die mensen die iets minder geld hebben misschien iets langer gebruiken, maar ook de mensen die iets meer geld hebben ook hem iets langer gebruiken. En dat we op hetzelfde terechtkomen. En hoe mooi wordt een product als je het langer draagt? Ik bedoel, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook, ik bedoel, altijd nieuw. Eigenlijk moet je ook eens kijken van hoe mooi worden gedragen producten. Als jij mooie schoenen hebt. Ik bedoel, ik ben iemand, ik draag mijn sneakers gewoon af. Want ik vind, en als ik ze niet afdraag, want toen ik in de sneakers werkte, had ik een sample size. Nou, dan krijg ik best natuurlijk wel wat ziek. En die gaf ik dan altijd bewust weg aan mensen. Ik dacht, jij bent nog niet echt een sneakerdrager, maar dit ga je wel leuk vinden. Want ik draag ze al sinds dat ik echt een klein meisje ben. Dus voor mij is het niet anders dan dat. Maar het is de leefbaarheid van een product, dat is zo mooi. En natuurproducten, zoals bijvoorbeeld leer of denim of weet ik het wat. Ja, die worden gewoon super, super mooi. Worden nog mooier. Die worden mooier. Dat zijn wijn, dat zijn flessen wijn, geen fles pakken melk. Ik zeg je toch, dat is een fles wijn, wordt mooi met oudheid. Wij maken daar ook heel veel content over mensen die producten al weet ik veel hoe lang hebben, of hand-me-down producten. En ik heb dat zelf ook, ik heb een zoontje van 3. Hoe vet is het als, ik heb bijvoorbeeld een fiets en die heb ik zelf opgebouwd, een stalen frame, heel tof ding. En ik denk er nu al over na van als hij straks 16 is met zijn vriendjes en dat hij trots is, dat is de oude fiets van zijn vader. Ja. Nou, dat is ook met kleding of met schoenen. Hoe vet is het? Ik heb gisteren een leren jas aan van mijn moeder. Ja. En dat iemand tegen me zei, wat heb je een vette jas aan? Ik zeg, zal je vertellen, toen ik in de buik van mijn moeder zat, toen had zij die jas aan. Ja. Dus als je gewoon mooie producten en dat en dan het mooie is, mijn ouders zeiden gisteren, mijn vader zei dan van shit, ik had veel meer moeten bewaren. Ik zei nou, natuurlijk niet alles kan natuurlijk mooi blijven. Hè? Nee, maar nu is het natuurlijk ook zo dat er ongeveer niemand van 18 of 19 is die zijn ouders cool vindt. Nee. Dus die wil niks van zijn ouders aan. Maar als je onze leeftijd is, dan ga je weer kijken. Omdat je het zelf bent. Maar dat gebeurt dus niet met producten die niet goed gemaakt zijn. Die kan je niet... Kan je niet doorgeven. Kwaliteit is gewoon key. En weet je, dat al ga je naar de Waterloopplein hier. Hoeveel mooi, toffe producten vind je wel niet? Ja. Hoeveel toffe oude spijkerjackies en dat soort dingen. Ja, zeker. Daar moet je, dat is ook duurzaamheid. Ja, zeker. Dat is zeker. Misschien niet op de hele goede manier gemaakt. Maar als een product al 40 jaar bestaat. Ik vind tweedehands vind ik eigenlijk een hele mooie manier om die duurzaamheid ook echt te laten zien. Want ik bedoel, je laat zien wat er allemaal gemaakt is. En ook hoe goed het gemaakt is. En hoe je dat nog eens een keer door kan geven. Want het is natuurlijk niet maar één generatie. Ik bedoel, het kan veel meer mensen. Het is leuk dat je het zei. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Maar ik heb natuurlijk... ik had die sneakerwinkel in Amsterdam, Sunica. En ik spaarde sneakers. Ik heb op een gegeven moment had ik 400 paar sneakers. Sorry, niet echt sustainable. Maar 400 paar. En dat was gewoon madness gewoon. En op een gegeven moment heb ik heel veel weggedaan. En laatst had ik gewoon... ik denk iets van 30 paar vond ik in een kast... En die heb ik nu aan mijn zoontje gegeven. Want die heeft die maat. Oh, ja? Die heeft nu maat 41 heeft hij. En die draagt hij nu. En die is helemaal... Wow, die heeft vetste Nike's uit 2003, 2002. Die nog helemaal mint zijn. Ik heb wel een paar keer aangehad. En die draagt ze nu. En die is nu... De koning, weet je wel. Dat is echt leuk. Wow. Tof is dat. Dit zijn toch mooie verhalen. Dat jij mij belde, heb ik natuurlijk ook heel erg na zitten denken. Van jeetje, ga ik op een sneakerpodcast zitten. En dan ga ik een beetje lopen vertellen van ja, wat jullie doen is echt zo slecht voor het milieu. Ja. En dus de mensen een eikel die daar komt te zitten. Maar dacht ik al heel snel na over het feit van...
Weet je, bepaalde sneakers. Ik had op een gegeven moment ook Nike's van, volgens mij waren die van Scottie Pippen, met van die blauwe kruisbandjes eroverheen. Maar ook de allereerste Air Jordans of dat soort dingen, die zijn nog steeds vet. Ja. Ja. Dus dat is wel weer duurzaam. Ja. Die kan je wel verzamelen en die verkoop je op een gegeven moment weer door. En die dingen zijn misschien over 40 jaar nog steeds top. En nu, ik bedoel, zie die gasten, die, ja, dat kunnen jullie allemaal niet zien, maar die zitten hier allemaal om ons heen. Die dragen gewoon die dunks. Hè. Die zijn daar gewoon. Ik ben zo oud dat de eerste 180 uitkwamen toen ik op de middelbare school zat. Maar En als je dat model van die tijd nog hebt, of de allereerste generatie van bepaalde schoenen, die zijn goud waard. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk ook al iets wat duurzaam is en wat vet is. Ja. Maar je moet niet doorslaan. Nee, nou inderdaad, er moet ergens een einde zijn. En dat is echt dat is heel belangrijk. Je moet niet doorslaan. Nee, want inderdaad, 400 paar sneakers, dat is best doorslaan. Ja, dat is redelijk. En dat is normaal. Kijk, we kennen ze allemaal van die muren in het huis. Als je bij iemand binnenkomt, dat je denkt, wow. Ja. Maar kijk, weet je wat ik, en dat geloof ik zelf ook, wat ook niet gaat helpen, is als we met z'n allen zeggen, jongens, we moeten allemaal stoppen. We moeten allemaal in een boom gaan zitten en gaan buiten en houten. Nee, maar dat gaat het ook niet. Als dat je hobby is, dan kan je best wel wat verzamelen. Je moet de nuance erin vinden. Je moet nuances erin vinden. En ik vind ook helemaal niet dat... Ik vind niks mooier dan iemand die zo ergens van houdt en daar helemaal voor gaat. Ja. Ik bedoel, als jij van sneakers houdt en je hebt al die mooie edities, dat vind ik prachtig. Ja. Het gaat gewoon om dat we bedenken vaak, van, hoe kan het anders? Dat is gewoon de enige vraag en dat is het antwoord die we zoeken. Meer dan dat, wij weten het ook niet, hè? Niemand weet het. Het zijn vaak bijna museumstukken ook, weet je wel. Ik bedoel, die curate je bijna, die heb je gewoon. Dus dat is ook niet iets wat je op de afvalberg gooit. Nee, en wat vaak ook wel weer doorverkocht wordt, of weet ik het wel. Dus hoe ga je ermee om? Want dat is wat je zegt van, heel veel sneakerjagers die hebben echt liefde voor zo'n product. Precies. Dus dan ga je niet zomaar, die flikker je niet zomaar weg. Absoluut niet. Ik vind het alleen al mooi dat het gewoon hier besproken wordt. Dat vind ik al een. Dat blijkt al dat er gewoon bewustzijn is vanuit een generatie. Want ik bedoel, ik denk dat sneakers vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, die is van eigenlijk van tot je geboorte tot aan je dood. Hè, vroeger was het een tienerding. Ja. Maar nu is dat helemaal niet meer. Ja. Ik denk dat wij. Dat wij dan in de, jij hebt het zelfs op je titel staan, seniors zijn. Ja, wij waren natuurlijk de eerste. Zo lullig van ze. Ja. Zo lullig. Zou echt wat aan doen hoor. Ja. Maar wij hebben dat meegemaakt, dat het gewoon, je droeg sneakers en dachten mensen, waarom heb jij je sportschoenen nog aan joh? Ja. Wat heb je aan? Ja. En nu, ik bedoel, mijn vader draagt sneakers, mijn moeder, mijn oma draagt sneakers. Ja, dat is toch hetzelfde een beetje met bepaalde sporten. Weet je, er wordt heel vaak naar skateboarders gekeken. Oh, dat is een sport voor kinderen of snowboarden of weet ik veel wat. Absoluut niet. En die tijd, daar zijn we nu ook weer voorbij. Ja, ik denk dat leeftijd sowieso ook een agelessness is. Zeg zo, leeftijd wordt gaan ook we nu zo meer diep? Ja, nu nu worden we echt saai. Ja, okay. Kijk, ik heb ook ruzie in één keer met mijn microfoon. Zeg ja, precies. Dan? Ja. Pas op. Nou, ik denk dat ik dan nog als laatste vraag wil stellen. En dat is wel, denk ik, iets waar wij dan vanuit sneakerjagers druk mee zijn. Wat denken jullie, dan één voor één antwoorden, dat sneakerjagers kan doen om bij te dragen aan duurzaamheid in de sneakerwereld? Wie als eerste? Jeetje, deze vraag stuur je, maar dat is ook weer zo'n moeilijke vraag, want dat is zeg maar de alomvattende vraag van dingen. Ja, er is ook geen antwoord op, hè? Dat is is denk ik wel een antwoord op, en die zijn jullie denk ik al begonnen, want een heel belangrijk punt hierin is educatie. Mensen moeten begrijpen wat het probleem is, maar ook begrijpen wat bepaalde oplossingen zijn, maar ook begrijpen, ook het verschil begrijpen tussen greenwashing en echte stappen maken. Dus dat uitleggen aan de mensen die dit luisteren, die op het platform komen, is enorm belangrijk. Mensen begrijpen het vaak niet zo goed. En dat is ook heel logisch, want het is ook enorm complex. Dus dat verhaal moet gewoon verteld worden. Er moet een platform zijn om dat verhaal te vertellen. En ik denk dat jullie daar al enorm goed mee bezig zijn. En gewoon vragen blijven stellen. En dat moeten jullie doen. Dat moeten de luisteraars of de mensen die op het platform komen. Blijf vragen stellen. Als een bedrijf één stap neemt, gewoon stel een vraag. We leven nu in een tijd waar je via social media of via wat dan ook rechtstreeks een vraag kan stellen. En bedrijven die geven daar ook antwoord op. En het wordt ook steeds moeilijker voor bedrijven om niet eerlijke antwoorden daarop te geven. Want alle informatie is beschikbaar. Dus ben transparant, absoluut. Ja. En ik denk als je daarmee begint, dan zijn we al een heel eind onderweg. En dan kunnen we, weet je, dan kunnen we wel gaan praten over hoe groot het probleem is. En Patagonia is een bedrijf die daar heel ver in gaat met investeringen, met milieuorganisaties en dat soort dingen. Nou, moet elk bedrijf dat doen?
ideaal gezien wel, maar wel. Iedereen moet ergens beginnen. Ja. En dat kan bij jullie door die vragen te stellen en kritisch te zijn, ook naar grote bedrijven. Ja, en ik denk dat je, om het heel praktisch te maken, ik heb niet helemaal alles goed kunnen bestuderen van de sneakerjaars, maar dat je gewoon een sectie maakt, dat je hebt heren, dames, kids, weet ik het wat, new releases, dat je gewoon een sectie hebt, sustainable. Of weet ik het, zoiets, of duurzaam. Ja. En dat je daar gewoon sneakers gaat rubriceren die sustainable zijn. Misschien zijn het er niet veel, misschien heb je er 3, maar dan heb je een begin. Ja. En dan maak je het visueel, dan kun je erover vertellen, je kunt doorlinken naar podcasts, whatever. Heel praktisch zou ik daarmee beginnen. Zo zijn we met Palladium ook gewoon begonnen. Van oké, wat moeten we doen? Oké, mouwen oprollen en gewoon die schoen ontleden. Vieze nagels krijgen. Leren. En we starten met 5 schoenen. En nu hebben we er 120 die al organic of recycled zijn. Ja. Dus ik zou het heel praktisch aanpakken en zeggen van oké, boom, en dan apart zetten en dan educaten eigenlijk. Ja. Denk je niet om kritisch te zijn, maar denk je niet dat dat juist ook onderdeel gaat zijn van het probleem dan, als je gaat zetten van hey, dit zijn duurzame schoenen. We moeten met z'n allen er naartoe dat duurzaam eigenlijk geen gespreksonderwerp meer is. Nee, precies, nee. Maar... Maar dat begint bij de merken natuurlijk, hè. Steeds meer toegankelijkere producten te maken en blijven ontwikkelen aan die productiekant. Dus dat je afbreekbare nylons gaat maken. Goed, daar weten jullie alles van. Ja, maar uiteindelijk inderdaad ook in de lijn niet meer. En dat is de vraag die stel ik mezelf vaak. Van waarom is steeds het zo'n one-off project? En dan krijg je in één keer zo'n hele mooie launch van een prachtig mooi sustainable product. En waarom staat die niet gewoon in de winkel op iedere wand? Ja, maar dat is in natuurlijk een takedown. Kijk, of dat ik is het complex niet. Als je over marges gaat praten. Ja, en wij willen als bedrijf. En dat is wat wil je als bedrijf doen? Ja. Er wordt nu heel hard gewerkt aan de HIC-index. Dat is eigenlijk een index die heel diep in producten gaat. Waar je precies kan zien van wat voor impact het is. Want waarom ik eigenlijk een klein beetje kritisch ben op het vraagstuk of je het een hoekje moet maken voor duurzaam. De grote vraag is: wat is duurzaam? Is een stof die biologisch is dan een duurzame schoen? Ja. Hoe is die in elkaar gezet? Waarin, dat soort vragen moet je stellen. Ja. En ik denk dat we veel meer er naartoe moeten gaan. Dat alles gewoon, dat het heel erg beschikbaar is voor mensen van wat heeft deze schoen wel en wat heeft deze schoen niet. Maar dat is denk ik, het is niet van oké, ik maak het hoekje en ik zet die schoen. Het is ook uitleggen waarom je het er neerzet. Ja. Weet je wel? En Ja, je moet het in ieder geval, en dat vind ik heel mooi, visueel maken. Precies. Bij ons vroegen ze ook in het begin van je zegt het wel, maar kun je certificaten overhandigen? Certificaten. Ja. Nou, ja. Ja, we hebben certificaten. Boom, ja. Certificaten. En misschien is dat voor om het een standaard te laten worden. Ja, kijkt niemand er meer naar. Maar in het begin hebben mensen het wel nodig om te zien. Wat houdt het dan in? Waarom doe ik het? Ja, en dat is denk ik moeilijk. Alleen ik denk dat jullie al patroon best ook wel ver zijn. Je hebt B Corp. Dus dan ben je al veel verder. Het zit al heel erg in de DNA van jullie bedrijf. Hè? Ik bedoel, iedereen bij Patagonia. Ik denk dat Patagonia ook voor heel veel mensen in de business, maar ook mensen, gewoon de consument, die zien Patagonia echt wel als die dat punt op de horizon waar ze naartoe willen. En jullie zijn al ver. Nou ja, en ik denk, kijk, we hebben niet voor niks dit soort gesprekken, wat goede gesprekken zijn, omdat het heel moeilijk is. Er is iets waar je een hoekje kan maken, waardoor mensen het beter begrijpen en daar naartoe gaan. Maar bijvoorbeeld een merk als Veja, als die dan weer in dat hoekje komt, dan geef je ze ook niet de mogelijkheid om tussen de andere merken te staan. Nee, dus er is een nuance. Dat is wat ik me afvraag. Ja, het is een productontwikkelingsding. Hè. Ik denk, ook een Veja, die is nu gewoon met een running silhouet gekomen. Hè. Die maakte natuurlijk gewoon die cupsoles, meer een koortachtige silhouet. En nu zie je dan zo'n running silhouetje. Toen dacht ik, moet ik even aan wennen. Want het is dan, omdat je dan heel erg, je houdt toch van sneakers, omdat het best wel, het ziet er altijd best wel mooi
rijk uit. Ja. En daar gaat het dan al meteen mis. Hè? Dus ook bij mij. Dat vind ik ook heel moeilijk. Ja, maar je kunt het ook tussen de producten laten staan. Als je er een filter aan brengt, weet je, op een webstore. Ja. Dan zegt sustainable, geef me al, dan kan het ook zo, weet je wel. Ja. Ja. Dus ik ben met je eens dat het mooiste is als het een given is. Weet je, zo noemen wij dat dan altijd. Het moet gewoon standaard zijn. Je hoeft het niet eens op de schoen te zetten. Nee. Met allerlei iconen en pixels en weet ik het wat. Ja. Gelukkig niet meer, want dat was vroeger. Wij stond een groot eco. Wie willen nou een schoen aan waar groot eco op staat? Wij hebben het nu hiervoor gedaan om dat de groot en graphic en dat is weer terug. Ja. Maar onze doelstelling is ook dat dingen gewoon een gegeven zijn. Weet je? Dit is gewoon. Wij gebruiken niet eens meer normaal kanvas. Nee. We gebruiken voor alles organic canvas of weet ik veel wat. Weet je wel. Dus dat zou een heel mooi streven zijn. Ik bedoel, als we daar naartoe kunnen gaan, dat iedereen dat als een normaal. En dan maar we laten het nieuwe normaal maar even gebruiken. Oh nee, alsjeblieft niet het nieuwe normaal. Dus gaan we erover corona hebben. Gooi hem er even in. Nee, dat gaan we niet over. Nee, maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar voedsel. Hè, want jij hebt kinderen, ik heb kinderen. Als ik kijk naar wat voor eten ik mijn kind geef, dan ben ik daar kritisch op. Ja. En dat zie je dus ook naar steeds meer mensen. En dat is nog een beginnende doelgroep. Maar steeds meer mensen zijn gewoon kritisch. Die kopen gewoon een bepaald product niet meer. Nee. En Veja is een merk. Maar Patagonia is ook een merk. Daar komen dus heel veel mensen naartoe. Hebben wij extreem kritische consumenten? Ja. Is dat soms wel eens uitdagend? Ja. Maar dat maakt het wel interessant. En dat pusht ons ook vooruit. Ja. Ja. En dat is denk ik ook nogmaals terugkomend naar je vraag. Is een enorm belangrijk ding. Kritische mensen. Ja. Ja. En dat zijn soms wel eens zijnzeikers. Ja. Nou ja, ik zeg altijd, weet je, het is natuurlijk, je hebt altijd van die mensen die leggen op iedere slak een klein beetje zout. En dan soms denk sommigen heel veel. Heel veel. En soms denk ik wel eens van, joh, weet je, ze doen in ieder geval wel. Soms moet je ook. Mijn moeder had dat een hele mooie uitspraak. Die zei: met een vingerhoedje stroop vang je meer dan met een liter azijn. Ja. Ja, en dat vind ik heel mooi. Dat is een hele mooie gedachte. Want dat betekent dat je af en toe moet je ook eens zeggen: joh, doen jullie het goed? Wauw, ik respecteer enorm wat jullie als merken doen om die wereld maar beter te maken. Ja. En dat is ook belangrijk. En je moet ook kritisch zijn, maar er is ook. Op een gegeven moment denk ik ook wel eens met mensen, je moet toch, want die meest kritische mensen zijn ook de mensen die waarschijnlijk het meeste mee bezig zijn. Ik denk dan van, joh, support het ook, dat in ieder geval, je kan niet 100% alles goed doen. Nee. Is onmogelijk, want als het zou kunnen, dan was er al lang iemand geweest die zegt, aan de kant, ik doe het anders. Ja. En dat kan dus nog niet. Nou, dus wij maken nu natuurlijk heel veel grapjes over die schoenen die je vroeger in de grond stopte en die er niet uitzagen. Ja. Maar zonder dat zaten we nu niet aan tafel dit te bespreken. Precies. Dat is hetzelfde verhaal als zonder die azijn zijkende vrouwen, weet ik voor hoe lang terug, die wel op de bühne gingen staan omdat ze stemrecht wilden hebben, hadden vrouwen nu geen stemrecht. Dus je hebt dat soort mensen nodig. Ja. Op het milieuvraagstuk mensen die wel voor een groot oliebedrijf gaan staan. Dat zijn soms wel eens mensen waar niet iedereen het mee eens is. Maar die heb je nodig om het gesprek ergens te brengen waar wij nu denk ik met duurzaamheid zijn. Ja. En dat is een heel belangrijk punt waar we nu zijn aangekomen. Is het algemene publiek die denkt van ja jongens, dit vind ik heel belangrijk. En dat heeft stappen nodig. En dat is te gek dat we nu zijn waar we nu zijn. Ja. Ja. Nou, dat vind ik denk ook een mooie afsluiter. Absoluut. Ja, want, dat is wel denk ik de samenvatting. Als jij wil afsluiten, dan sluit ik. Nou ja, ik wil nog 100 jaar doorpraten. Alleen weet ik niet hoe lang iedereen wil luisteren. We zijn al lang al afgehaakt. Ja. 10 minuten dan hebben ze een stoffige Oh, die podcast staat nog aan. Hey, ik heb als cadeautje voor jullie een t-shirtje. Want het is een sneakerjagerspuur. Wel met een groen blaadje. Want we zijn groene blaadjes in deze sneaker wereld om wat anders te doen. Top. En laten we maar ergens beginnen. En ik wil jullie bedanken voor jullie openheid. En ook voor de bereidheid om hier te zitten. En toch een beetje kritische huisjes, of zeg maar bestaande huisjes kritisch tegenaan te trappen. Ja. En dan met een paar goede sneakers aan. En ga ze zelf luisteren, want ik ben benieuwd hoe dit eruit komt. Ja, nee, superleuk. Superleuk dat jullie dit doen. Joh. Ja, het zijn belangrijke dingen. Ja. Die gewoon, dit soort verhalen moeten gewoon verteld worden. Ja. En moeten bespreekbaar worden. Ja. Zeker. En ik denk dat je best nog wel verrast kunt zijn hoeveel mensen er toch eigenlijk al mee bezig zijn. Ja. Weet je wel? Vooral jonge mensen. Ik denk dat je daar nog wel eens echt verrast van kunt zijn. Ja, ik maakte een heel mooi voorbeeld laatst bij iemand over mijn kinderen. Ik zeg, toen ik klein was, ik kom uit een gezin. Toen ik klein was, ging mijn moeder protesteren tegen neutronenbommen. En dan zat ik met een kinderwagen met mijn duim in mijn mond. En dan ging ik al mee. Dus ik kom wel uit een kritisch gezin.
En ik ben natuurlijk wel opgevoed, hè, de wereld verandert, wees goed voor de planeet, beter milieu begint bij jezelf. Er stond een sticker op onze vuilnisbak, bla bla. Super eng ding trouwens, dat we dat in Nederland zeggen. Want het is niet de individu. Nee, dat is heel makkelijk. Maar dat was vroeger, daar begon het mee. Ja, maar dat is dus grote corporations die wijzen naar het individu, maar jij moet veranderen. Ja, maar dat was vroeger. Ja. Zo werkt het niet altijd. Nee, maar de evolutie is er wel zo dat we dat nu niet meer zeggen. Maar vroeger was dat we zeggen het nog steeds wel. Dat is wel gevaarlijk. Nou, heel vaak wordt natuurlijk de oplossing bij het individu neergelegd. Ja, ja. En er is een waarheid in dat als wij met z'n allen stoppen met iets doen, dan is de vraag er niet meer. Maar het komt van twee kanten. Ja. Maar dat is ook eigenlijk waar ik naartoe wilde. Want mijn kinderen, die lopen over straat en die zien dan een stukje plastic. En ik denk, potverdorie, daar ligt plastic. Wie heeft dat nou weer weggegooid? Mijn kinderen lopen naartoe, pakken het op. En gooi je het weg. Ja, precies. Dat is al een hele andere manier. Dus als jij dan zegt over genezen. Ja. Hè, ja, en doen. Weet je? Gewoon starten. Gewoon pak het op. Regel het. Ja. Fix het. Weet je? Ga niet zitten wachten of kijken. Heeft Nike toch weer de mooiste slogan, hè? Just do it. Ja, precies. Echt? Gaan we daarmee eindigen? Nee. Echt waar? Nee hoor, ik ben helemaal geen... This is not sponsored by Nike. Nee, inderdaad. Patagonia en Palladium. Nee, joh. Het is een beetje wat jij natuurlijk ook zei. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat we gewoon op een positieve, goede manier naar dingen kijken. En gewoon, weet je, ga wel naar die winkel en koop wel die schoenen die het goed doen. Ja. En welk merk dat ook is. Kijk kritisch naar wie de groen was of wat voor verhalen daarachter zitten. Maar degene die het goed doet, geef daar een keer je geld aan uit. Ja, zeker. En, weet je, dat zijn al kleine beetjes die helpen. En, kleine beetjes zijn een hele grote hoop, hè? Ja, maar niet altijd. Nee, niet met alles. Nee, dat is wel heel makkelijk om te zeggen. Nee. Ja. Dat is mijn manisch positieve kant. Ik probeer altijd na te... Oh, jee. Komt in de vingertje. Radical optimism. Ja, radical optimism. Ja. Nou, dank jullie wel. En, graag gedaan. We gaan er wat moois van maken. Yes. Ja, we zitten in de reservetijd nu. Ja. Nee, leuk. Ja? Dank je. Okay, cool.